Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Ik ben wel een beetje, ook zie er wel een beetje moe uit. Ik ben nog een beetje moe. Ik heb net ontbeten, lekker buiten. Ik had gisteren een Too Good To Go pakket opgehaald en er staat onder andere dus dit broodje in, melk, flesje melk, nog een ander half broodje belegd. Een bakje fruit staat nog in de koelkast en een salade, die ga ik vanmiddag opeten. En, oh ja, er zat ook nog soep in, alleen, oh, het was zo gênant. Ik moest nog even naar de supermarkt gisteren, dus ik had dat Too Good To Go pakket ook meegenomen in de winkel. En dat zat dus in een papieren tasje, al die spullen van Too Good To Go. En ik was bij de zelfscankassa, ik was klaar en ik wou alles oppakken om weer mee te nemen. Mee naar huis en toen ging die tas dus kapot, die papieren tasje, dus de soep viel eruit en dit hele bakje was kapot, dus alle soep viel eruit over de grond heen in de supermarkt. Ik vond het zo gênant, want iedereen kijkt je dan natuurlijk ook aan en dacht, oh ja, dat vond ik echt zo gênant. Dus ik heb wel geleerd om de volgende keer de spullen even in de andere tas te gaan doen, want dat was echt heel gênant, maar goed. En zonde van de soep ook natuurlijk, want die kon ik niet meer gebruiken. Maar goed, voor de rest echt een lekker broodje. Lekker, gewoon melk, ook lekker. En die salade ben ik ook nog wel benieuwd naar, maar die ga ik vanmiddag eten. Er zijn een aantal dingen die ik even wil doen vandaag. Ik ga straks beginnen even met boodschappen doen, dan is dat gewoon klaar. Ik wil nog een soort DIY doen. Even proberen of dat gaat lukken, maar dat zal ik zo even laten zien ook. Ik heb een aantal dingen nog die ik wil laten zien nog, die ik gisteren en eergisteren gekocht heb. Eergisteren ben ik bij de vriendinnenstad in geweest, gisteren zelf nog even en toen heb ik ook nog een aantal dingen gekocht, dus dat laat ik zo even zien. En nog een aantal wasjes die ik moet draaien. Die zit erin en verder ben ik volgens mij toch thuis, ik heb niet echt wat verder gepland vandaag. Dus dan kan ik dat vandaag mooi doen. Dus ik begin even met de boodschap. Ik had al een lijstje gemaakt, dus ga ik zo eerst even doen. De boodschap heb ik gehaald. Ik moet eigenlijk wel een keer terug, want ik kon niet alles meenemen in één keer. Ik was op de fiets, dus dat lukte niet. Ik ben in ieder geval bij de Poys geweest en bij de Albert Heijn. En ik ben even bij de Poys, daar heb ik niet heel veel gehaald. Ik heb er gehaald koffie, dit is de cappuccino. En ik heb er nog één, de latte macchiato. Waar de aanbidding is, dus ik dacht, nou, heb ik in ieder geval weer wel op voorraad. Dan zie ik dat dit ook één gratis was. En het leek wel lekker om een keer te proberen. Ik ben dol op chocola en dol op Tony's. Dus ga ik wel lekker vinden, denk ik. Dus ik dacht, nou, nu ga ik het een keer proberen. En ik heb daar nog, dat is ook even één. Deze heb ik twee keer gehaald. Rivella met framboos smaak. En dat was de Poys alweer. En dan gaan we door naar de Albert Heijn. Daar hadden ze echt heel veel 1% gratis. Waaronder. Snoepkoekommetjes, dus heb ik twee van gehaald. Koekakgroenten, deze vind ik het allerlekkerst. Die met champignons, dus heb ik er twee van gehaald. Ga ik vandaag ook gebruiken, want vandaag eten we spaghetti. Deze was ook 1+1, dus het kipse thee schnitzel. Deze was 1+1. Ik heb er twee soorten van. De kreukel en... deze. Dan nog pannenkoeken. Ook 1+1. Dus nou, voor als je geniet van zin hebben of tijd hebben om eten te maken, dan is dit gewoon ideaal. Dan, dit was niet 1+1, maar had ik wel zin in. Dit heb ik perenijsjes gehaald. En voor Jong had ik een andere. Deze vindt hij heel lekker. Dat zijn van die, hoe noemen die dingen? Choco sticks. Dus die heb ik voor Jong gehaald. Dan nog spaghetti. Ik wist niet of we nog hadden. Oh, jawel. Dat ding anders moet ik sowieso weer terug vandaag. Volkoren spaghetti. Dan was dit ook 1% de optimale. Dus ik heb de yoghurt vanille smaak. Een aantal smaken hadden ze ook al op, helaas. Dus ik hoop dat ze die ergens deze week nog een keer hebben. En ik heb de deksel. Deze met magere kwark met citroensmaak. Dan... ja, ook 1+1. Dit kan ook nog wel invriezen als het binnenkort niet opkomt. Van die schijfjes. Oh ja, en de aardappels ook. Twee van. En dat was dus van de Albert Heijn. Ik wou nog meer halen, alleen ja, ik dacht dat ga ik nooit meer halen op de fiets. Dus dit is het eerste. Hier is steeds bij gebleven. Ik heb ondertussen even de was nog opgehangen. Maar ik had het over een DIY. En ik bedoelde deze mee. Dit is een potmaker voor peper.
pots. Nou, er staat hier een gebruiksaanwijzing op. Hoe dit dat zou moeten. Ik heb hem bij Sastrena gehaald. Deze was 2,52 euro. En ik was hier gewoon heel erg benieuwd naar. Dus ik dacht misschien leuk om het samen even te proberen. Dus ik ga hem er even uithalen. Ik heb hier folders liggen en een krant. Dus ik hoop dat het in ieder geval even beide gaat werken. Nou, dit zit erin. En als het goed is zou ik hiermee plantenpotjes kunnen maken van papier. Even kijken, stap 1. Even het spul klaarleggen. Ik denk dat ik probeer eerst maar met een folder. En ik weet niet of ik nou een heel boekje moet hebben of gewoon één papier. Ik denk gewoon één papier. Dus dat ga ik even pakken. Ik heb trouwens, toen ik net bij de boys was, daar hadden ze... aardbeien. Aardbeihangplanten. 50% korting. En gewoon plantjes. Aardbeiplantjes. 50% korting. Dus ik twijfel heel erg mee te nemen. Maar goed, ik red het net sowieso niet op de fiets. Dus ik heb het nog niet gedaan. Maar ik twijfel om die ook nog op te halen. We hebben daar wat aardbeienplanten staan. Maar ja, hoe meer planten, hoe beter. Dus ik vind dat wel heel leuk. En ik dacht, 50% korting wil ik die misschien nog ook wel halen. En even kijken. Even kijken wat we doen hoor. Gisteren ook nog op Insta een post geplaatst. Een foto met dat ik me nog een keer voorstel. Ik kreeg de laatste vraag of ik dat nog een keer wou doen. Dus dat heb ik gedaan. En ik kreeg ook leuke reacties op. Dus dat vind ik echt super leuk. Dus dankjewel. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te lezen. Dus dat wil ik nog even zeggen. Oké, ik ga het nu echt even proberen. Ja, ik hoop dat het zo duidelijk is. Even zien hoor. Die moet ik neerleggen. Die moet er blijkbaar bovenop. Terwijl zo dan. Oh nee, wacht even. Die nog niet. Dan moet deze hier. Stap 3 is, ik moet hem omrollen. Zo. Zo, dan. Heb ik hem zo. Dan moet deze zo. En die moet ik dan dichtvouwen. Even kijken hoe precies. Zo. Dat zie je hierin. Ik denk dat het... Ik heb alleen iets te groot, want ik heb zo'n heel flap over. In principe heb ik wel... Ik zou hem alleen misschien even hier dicht moeten plakken dan. Volgens mij heb ik hem. Ik heb alleen wel, denk ik, iets te groot papier, want dit heb ik allemaal over. Alleen, je kunt er inderdaad zo wel grond in doen en iets in planten of in kweken, denk ik. Want de onderkant is verder ook wel dicht. Maar dan zou ik even een plakbandje moeten doen, want anders dan valt hij wel los. Of ja, misschien dat ik het ook wel niet helemaal goed doe. Maar ik heb hem wel zover dat ik in ieder geval wat erin kan doen. Dus ik ga hem zo wel even dat doen, denk ik. Eventjes wat erin doen. En ik denk dat ik dan hem nog de helft korter moet gaan scheuren. Anders hou je echt heel veel over. Dus, zo even proberen. En mijn plan is ook om binnenkort weer een video te maken met een to-go pakket. En dan daarnaast 5 euro. En dat ik daarmee dan... Minimaal 3 keer avondeten moet gaan maken. Ik heb dat 1 keer eerder gedaan. En ik wil dat ook nog een keer met een andere supermarkt doen. Dus dat heb ik ook nog in gedachten om binnenkort nog een keer te doen. Als jij nog een idee hebt voor een video. Of je dat even wil laten weten in de reacties. Dan kan ik er ook even rekening mee houden. Mijn aankopen van gisteren en eergisteren. Eergisteren was ik dus met een vriendin in de stad. Zijn we bij de Vibra geweest en ik zal alles wel even van Vibra laten zien, want gisteren ben ik er ook zelf nog geweest. En toen heb ik ook nog een jurk gekocht. Dus ik ga alles nu even laten zien wat ik eerst bij de Vibra heb gekocht. Als eerste deze luxe starters kweekset. Ja, ik zag het daar, ik vond het gelijk geweldig. Dus we gaan even uitpakken. Er stond trouwens op de verpakking dat hij €5,99 was, maar toen kom ik bij de kassa en dan was hij €3, geloof ik. Dus dat is ook nog eens leuk meegenomen. Voilà. Nou, dit is wel heel leuk. Allemaal handige, leuke benodigdheden voor het kweken van je eigen plantjes natuurlijk. Nou, daar ben ik helemaal mee bezig nu. Ik vind het echt super leuk om te doen. Nou, er zit dus een ontzettend schattig schepje in. En een harkje.
Ja, ik denk wel dat ik dit ga gebruiken, maar ik mag ook graag gewoon met mijn handen in het zand. Maar ja, dit is natuurlijk ook wel handig om te hebben in ieder geval. Echt heel super cute ook. Dan nog een paar van die bakjes om in te, nou ja, te kweken. Dan nog, kijk, dit is handig. Ik moet nog steeds een krijtje hebben voor mijn andere plantenstekertjes. Maar ik kan het nergens vinden. Maar goed, er zitten dus een paar plantenstekers in met een potloodje waar je dus de naam op kan zetten. Nou, ook heel leuk en handig. Een paar tuinhandschoenen. Ja, wat ik zeg, ik ga daar ook gewoon met mijn handen erin. Dus ik weet niet of ik dit zou gaan gebruiken per se. Maar wel leuk. En wel handig. Mocht het toch een keer nodig zijn, heb je het in ieder geval. Dan nog een bolletje met touw. En dit is zo'n dienbladje. Nou, dit is toch cute. Dus als je gewoon even in de tuin loopt en je moet even naar... Weet ik veel welke kant ik op moet. Dan kan ik gewoon alles even in dit dienbladje meenemen. Nou, helemaal leuk. Dat gehaald. Dan. Had ik ook nog wat. Nieuwe zaadjes gehaald. Deze waren 1 plus 3 gratis. Dus dacht ik, ja, daar ga ik het niet voor laten liggen. Dat was bij de Vibra. Ik heb wortel gehaald. Dus ik kan het straks dus gebruiken met wat ik net deed. Dat ik even zaadjes erin ga doen. Wortel. Pompoen, die heb ik helemaal nog niet. Wortel ook nog niet. Courgette heb ik wel al. En stamslabonen. Nou, ik heb nu ook al bonen in de tuin. Geweldig, anders kan ik het altijd nog bij mijn moeder in de tuin doen. Dan bij de Vibra ook nog. Ik wist dat ze een klein kweeksetje hadden. Die was 1 euro. Maar die kon ik in de winkel... Gisteren en eergisteren niet vinden, maar ik zag... Jawel, gisteren wel. Eergisteren niet, met vriendin van mij. Maar ik zag ook deze. En toen dacht ik, ja, ik ga ze niet allebei doen. Dus ik ben voor de grotere gegaan. Dan is deze. Dus ook een hele set met... een kweekset met kweekkas, een kweektray, kweekpotjes, plantenbotjes. Oh, dat is ook wel weer handig, inderdaad. Plantensteken, spotlood, prikstok en een schepje. Voor... 3,99 euro. Ja, ik moet nu eigenlijk wel echt stoppen met dit soort dingen gaan halen. Maar ik vind het gewoon zo leuk. Ook om het allemaal te zien groeien. En dan gewoon überhaupt om ermee te beginnen. En ja, ik vind het gewoon geweldig. Dus dat heb ik gehaald. Dan heb ik nog een haarklip. Deze vond ik gewoon heel erg leuk. Er staat geen prijs op. Volgens mij 1 euro. Dat doe ik voor als mijn haar, zoals ik nu ook heb, half vast. Ja, dit vind ik ook zo leuk. Allerlei verschillende soorten, maten, kleuren. Dus deze heb ik ook nog wel meegenomen. En ik heb er ook nog oorbellen meegenomen. Die als het goed is niet gaan verkleuren. Dat zijn deze. Ik heb ook zoiets nu in. Aan één kant. Die de andere oor is nog steeds een beetje ontstoken. Deze zijn wat kleiner. En deze zijn ietsje groter. Dus voor 3,99 heb ik deze nog erbij gehaald. Even kijken of ik hem hier nog vinden. Ja, die haarclip was inderdaad 99 cent. En dan heb ik bij de Vibra ook nog tegen een jurk aan. Ik moet er nog passen. En het was ook niet echt de bedoeling eigenlijk, maar ik liep er gewoon tegenaan. En soms dan heb je wel dat je eigenlijk niet echt op zoek bent naar iets, maar er wel tegenaan loopt. En ik had dat met deze jurk. Ik vond de kleur gewoon heel erg leuk. En de stof vind ik ook heel fijn, want ik heb ook blousjes in dit soort stofachtig iets. Hij was ook nog eens in een sale. En hij is lang genoeg, dus ja, wat wil ik dan nog meer? Dat is deze. Ik ga hem zo wel even gelijk passen. Kijk, hij is gewoon lekker lang. Leuke kleur. Lange mouw. En ik dacht eerst met mijn witte All-Stars. Maar toen dacht ik later, ik heb ook cowboy laars. Een beetje cognac bruinachtige. Dit zal denk ik ook super leuk staan hieronder. Deze was dus in de sale nu. Hij was eerst 18 euro. Toen was hij afgeprijsd naar 12,5. Dus ik dacht dat al de afprijs was. Maar dat was het niet, want het ging nog meer vanaf. 8,75 euro. Ik denk, daarvoor wil ik het in ieder geval proberen. En ik heb gevraagd of ik het terug kon brengen als het niet past. Nou, dat kon gewoon. Dus ik ga hem zo ook even passen. Maar ik dacht, oh leuk. Ik zag wel dat hij onderaan een beetje vies was. Maar dat kan ik denk ik wel gewoon uitwassen. Dus ik hou het kaartje nog maar even aan. En dan ga ik hem zo even passen. Ja, hele leuke kleur ook. Is leuk om even op vakantie. Dus dat is de Vibra. Dan heb ik ook nog... Bij de Action ben ik laatst nog geweest. Maar ik heb nog een paar dingetjes gehaald. Namelijk... Een pasjeshouder. Of een creditcardhouder, hoe noemen ze dit? Pasjeshouder. Want mijn telefoonhoesje die is stuk. Ik had daar mijn telefoon dus in. En ik had er mijn pinpas en mijn rijbewijs alles in zitten. Alleen, nou, hij is gewoon echt stuk. Ik heb ook een paar keer gehad dat ik mijn pasjes ben verloren. En dat ik dat gewoon op de grond lag. Ik kwam er gelukkig wel op tijd achter. Ik dacht, ja, dit gaat een keer fout dat ik gewoon alles kwijt ben.
Het is die vakjes zijn zo ruim geworden dat het gewoon allemaal eruit valt. Plus het hoesje zelf is ook gewoon van de telefoon stuk. Dus daar heb ik ondertussen wat anders voor. Alleen er zit niet zo'n klepje aan waar je ook een pasje bij in kan doen. Dus ik dacht, nou, dan moet ik die wel even halen. Want dit is dus mijn telefoonhoesje nu. Ik haal even mijn pasje alvast uit. Ga ik het gelijk even omwisselen. Ja, dit is hem. En op zich, kijk, dit vind ik nog niet eens het ergste. Maar hier heb je stukken afgebroken. Dus de telefoon is al een paar keer uitgevallen. En mijn scherm achter is ook stuk. Gelukkig doet alles verder nog wel. Maar het is wel echt zonde. Want omdat hier valt het gewoon uit. Ik weet niet of het kan zien zo. Maar het is gewoon helemaal kapot. Ja, en dit is dan ook zo ruim geworden dat de pasjes er gewoon vanuit vielen. Dus deze kan nu helemaal weg. Heb ik deze voor de pasjes in de plaats. En dan heb ik dus mijn telefoon gewoon in een ander hoesje zitten. En dan moet ik gewoon maar apart van elkaar meenemen. Ik moet dat niet gaan vergeten. Het gaat nog wel een dingetje worden. Maar ik moet er gewoon even aan wennen. Zo, dat is dat. Dan heb ik nog een batterij gehaald bij de Action. En een nieuwe weegschaal. Die van ons is stuk. Dus ik dacht, dan haal ik ook gelijk even een nieuwe. Batterij er gelijk bij. Kan ik hem gelijk gaan gebruiken. Ik heb alles door elkaar liggen hier. Ik ben nog wat kwijt. Oh, wacht. Hier zit het. Ik heb nog dit bakje gehaald. Ook van de Action. Want dan kan ik alle zakjes erin. Dan heb ik alles mooi bij elkaar. Want ik heb nu alles ook weer door elkaar liggen in de schuur. Dus dat ga ik binnenkort ook even opruimen. Ik ga er wel echt een beetje een nette hoek van maken. Zodat ik alles makkelijk terug kan vinden. Alles gesorteerd. Dus ik dacht, dan is dit ook wel even handig. Deze ook al laten zien. Van mijn Vibra. Het is weer ontzettend chaotisch. Maar goed, ja. Ik ben niet anders gewend van mezelf. Maar jullie waarschijnlijk ook niet. Dan bij de Action ook nog zo'n rol weer opnieuw. Maar dan een andere. Ik vind het echt ideaal. Ik denk voordat ze op zijn allemaal. Van die gift stickers, als ik een pakketje op de post stuur of wil een cadeautje leuk verpakken en met een paar stickers, dan vind ik dat echt super leuk. Dan heb ik ook nog voor het gezicht zonder brand crème gehaald. En ik heb ook nog van die nepnagels gehaald. Ik weet alleen, ja, ik twijfel heel erg om mee te nemen. Ik vind de kleur echt heel leuk, alleen zit er een printje op en ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Maar er zitten 24 nagels in, dus in principe kan ik gewoon kiezen wat ik leuk vind. Dat zijn deze en ik vind vooral vakantie dit wel heel leuk. Oranje met roze vind ik sowieso wel een leuke combinatie. Alleen die sterren weet ik niet zo goed. Misschien dat ik één nagel dan met zo'n ster erop doe. En de rest gewoon met die andere kleurtjes. Dus die bewaar ik denk ik voor vakantie. Dan heb ik ook nog deze repen weer gehaald. Voor of naar het zwemmen of mee naar het werk. Dat was dan mijn Action. En dan nog ben ik bij de kruidvat geweest. Heb ik nagellak gehaald. Dat was 1+1 gratis. Dus ik heb deze twee gekocht. Ik vond deze kleurtje wel leuk. Ik ben steeds fan van lila. En ik vond deze ook wel heel leuk zomers. Dan misschien voor op de teennagels op vakantie. Ik denk dat ook wel leuk is gewoon voor op je hand. En ik ben mijn nagels de laatste dagen probeer ik het een beetje ja, echt netjes en verzorgd te houden. En bijten fijn in plaats van dat ik het gelijk allemaal kort knip. Dus ik hoop dat ik een beetje vol kan houden tot vakantie. En dan moet ik even kijken of ik dan die nagels doe. Of nagellak. Of dat ik het een beetje afwissel. Maar deze twee kleuren heb ik gehaald. En bij de taco heb ik nog wat gekocht. Dat was met de vriendin ook. Dat ja, ook iets waar ik zo tegenaan liep. En dat is een t-shirt jurk. En eentje die lang genoeg is. Nou, dat mag in de krant. Want dat vind ik niet zo vaak. Dus ik had de vriendin gevraagd. Wil je even kijken of je hem lang genoeg vindt. Ik vind het soms nog wel een beetje lastig ingeschatten. Maar hij is lang genoeg. Maat L groene kleur. Ik vind hem echt heel leuk. Dus deze t-shirt jurk heb ik nog gehaald. Ik doe er sowieso altijd een broekje onder. Deze was €12,99. Dus ja, echt heel leuk. Ook voor op vakantie. Fijne stof ook. En ik had er ook nog een haarklip gehaald. Absoluut niet nodig. Dat weet ik. Dat zeg ik er gelijk bij. Maar deze, zoiets had ik nog niet. Deze vond ik ook zo leuk. Dus deze was nu €2,99. Dat was ook in Zeel. Die heb ik nog gehaald. Dat was het. Oh, ik ben al 10 minuten aan het praten. Oeh. Als ik hem al bezig ben aan praten, dan ratel ik soms ineens door. Ik ga de jurk nog even passen en laat ik gelijk even zien hoe die staat. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb de jurk even aangetrokken en ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind de kleur ook echt fantastisch. Ik denk wel dat ik er een wit hemdje onder zou doen. Op zich kan dit ook wel. Maar ik denk wel dat ik een witte doe. Leuk met kettingkies. Lang genoeg. Ik weet niet, ja. Of het genoeg, ik zo kan zien. Zo, er zitten wel twee splitten aan de zijkant. Maar die zitten nog wel, zeg maar, voor mij laag genoeg dat je niks gaat zien. Maar dit is hem. Ik zal hem even in de was doen, aangezien die advies zit aan de onderkant. Ja?
Wat vinden we ervan? Ik vind hele leuke kleuren ook. Ja, deze ga ik behouden. Oh, en dan helemaal. Ik zal ze even pakken. En dan met deze boots eronder, deze laarsjes. Kijken hoe het dan valt. Ja, vind ik wel heel gaaf. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Zo. Ja, leuk. Ja. Ja, dit vind ik heel leuk. Ik kan het ook altijd sneaks onder doen, witte alstars. Dus wat dat betreft heb ik hier wel wat mogelijkheden mee. Maar dit vind ik heel leuk. Ik moest even de was redden. Die nog buiten stond. Het begon in één keer te regenen. Dat is nu gestopt weer. Want ik heb daar ook nog was hangen. Dat dacht ik, oh nee, oh nee. Het is zeker nat wordt, maar het valt niet mee. Ik ga even een paar proberen van deze dingen te maken. En dan heb ik hier dus nog een aantal die ik dan erin ga doen. Een aantal zaadjes. En dit is het eindresultaat. Nou, ik vind het zo schattig. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe het, of het uitkomt. Maar het, is natuurlijk, het zijn best wel kleine bakjes natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik heb dus wortel. Dit zijn trouwens ook ideale dingen. Want daar kun je gewoon potlood voor gebruiken. Deze plastic. Dus ik zal eens kijken of ik die ergens kan vinden. Maar dit is het. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Inmiddels alweer 1:30 geweest. Ik had helemaal niet in de gaten dat het alweer zo laat was. Dus ik ga heel even eten. En dan ga ik bezig met de video. Bewerken. Ik had dus deze salade uit een to-go pakket, dus die ga ik even proberen. Er zit ei in, wortel, sla, ui, komkommer, tomaat heb ik al gezegd, met een dressing erdoor, dus ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er wel lekker uit. Nog een restje melk dat ook in het pakket zat, dus dan is dat ook allemaal weer op. Ik probeer dat altijd wel een beetje snel op te eten, helemaal als de salade is wat een beetje smoetsig, dus nee, het ziet er nog goed uit. Ik ga even de video afsluiten. Oh, nou, bedankt voor het kijken. Oh, ik moet een keer zeggen, bedankt voor het kijken. Ja, wat zeg je anders altijd? Ik hoop dat je het leuk vond. Oh, ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Dag.